De KTP is officieel gestapt uit V7. We zijn de reacties gaan peilen op straat. KTP is het uit V7. Hoe kwam dat over bij u? Niet verrassend. Waarom zegt u dat? Het is moeilijk om met KTP te werken. Ik vind het eigenlijk belachelijk, als ik dat moet zeggen. Dus ik had het ook al verwacht dat ze misschien uit elkaar zouden gaan. En ja, één groep is al eruit. KTP is het in V7. Ze zijn eruit gestapt. Echt waar? Oh. Ano zomaar een longmoto. Ano zomaar een KTP longmoto. Want asabi. Takio na zo tigri dape do nyameng. Da longmoto. Goed, politie, maar dat past toch niet in dat heel ding. Bij die vergadering had hij heel andere meningen. En die andere mensen en die andere voorzitters ook. Dus hij was heel apart. Ik vind het wel goed dat hij dat heeft gedaan. Om eerlijk te zijn, had ik het wel verwacht. Waarom had u het verwacht? Toen hij aan het woord was, tijdens die massavergadering, zijn uitspraken, die vond ik wel een beetje heel anders tegenover die anderen. En daarom, van daaruit, zag je dat het een beetje vreemd was. KTP zit uit V7, hoe kwam dat over bij u? No comment. Nee. Als er te veel partijen verbonden zijn in zo'n politieke partij, dat iedereen nu zijn eigen gaat stellen en voorwaarden gaat stellen, dus dan ga je dit hebben. KTPI, die zit uit V7. Al gehoord, hoe kan dat over bij jou? Een vieze streek, denk ik. Ze hebben allemaal hun eigen dingen, dus ze weten waarvoor het goed is en waarvoor niet. Ik vind het jammer, maar zo gaat het in het land. Mensen beslissen zelf wat ze willen doen. Ik vind het wel jammer, want je moet eerst goed nadenken voordat je een beslissing dat je gaat nemen en nu ga je eruit. Ik vind het goed. Maar het was te verwachten, hoor. Als iemand niet tevreden is met wat zijn rol is, dan moet hij dan toch weggaan vandaan. En dat hebben ze gedaan. En ze zijn vrediger uitgegaan, dus dat is belangrijker, toch? Dan dat je gaat vechten. Nu daar we de verkiezingen naderen, dan pas gaan er echt spannende dingen gebeuren. Dus daar verwacht ik al zoiets. Misschien stappen er meer partijen uit die combinatie of gaan andere partijen die combinatie joinen. Ja. Men zit in de politiek, maar men weet niet precies wat ze willen. Vandaag zitten ze in een groep, vandaag zitten ze in andere groepen. Dus dat is eigenlijk mijn mening. Dus men moet nou exact zeggen wat ze eigenlijk willen. Zodat we een betere Suriname kunnen hebben, moet men vastgesteld zijn wat ze eigenlijk willen, zodat ons land kan groeien. Van pistool dus. Je komt niet tegen aan het begin. Want mij is hossel, mij is een busman. Zeg je toch? Mij is balansen in de zand. Maar wat zijn we daarmee? Wat zij daaruit halen, interesseert me helemaal niet. Ik moet gaan stemmen, is een burgerplicht, dat voldoe ik alleen. En voor de rest blijft het hetzelfde voor mij, jaar in jaar uit. Elke verkiezing, elke regering hetzelfde. KTP is gestapt uit V7, wat vindt u daarvan? Ze hebben geen andere keuze toch. Ik ga toch niet in een combinatie die alleen met mensen die alleen maar uitschelden en dat soort gedoe. En trouwens, als ze niet oppassen, dan worden ze gewoon VIP hoor. Geen V7 of V6. Het wordt gewoon VIP, dat staat ook niet alleen. Wanneer de lange wijze staat op de 12, keert het terug naar die 12. En dat is gebeurd, heel simpel is dat. Begrijpt u? Want ze waren al daar. Ze zijn teruggekeerd, maar via een andere partij die ook samenwerkt met de NDP. Ik moet niet met die andere mans dingen wie stappen hoor. Ik ben gewoon van NDP, dus wat ze willen doen is mijn hoofdpijn. Ik vond dat van alle 7 partijen, KTP de ene partij was die eigenlijk de zwakste partij was in die 7. Dus dat KTP eruit is gestapt zal geen groot gemis zijn voor V7. Ik denk dat ze misschien zelfs sterker zijn met KTPI erbuiten. KTP is gestapt uit V7, wat vindt u daarvan? Ik vind het helemaal machtig. Nu is het niet meer V7, is V6 en de 6 is duivel. Adekaba, Aldraiet, 9, Dibri, Unebribin V7. Naam moet weg. Wat moet het volgens u dan zijn? V6, de duivel. Wat zou het volgens jou dan moeten zijn? V6. Hoe zou u het noemen? Zou het gewoon een bloknaam geven. Maar geen V7 of zoiets. Nee, aan de boven. Ja, nee, katang.
En ik had dan V7. Maar nee, met de Jan, zomaar de makkies. En een V7. V7 naar CB en Ripina. Nu is er één weg. Dan moet het V6 worden. Moet eigenlijk een V6 worden. Ja, met V7 en iemand eruit. Dan moet het gewoon normaal zijn. V6 worden. Negatief V7 voor haar. 4-0. 4-0. Vind je dat de naam V7 moet blijven hoe er één partij eruit is gestapt? Nou, als ze op den duur een of andere partij erbij laten komen, dat hoeft het toch niet. Of iets zonder een cijfer. Gewoon victory. Alles het V7 of V6. Het belangrijkste is dat ze in de partij zijn en dat mensen er voor hun moeten kiezen of niet moeten kiezen. Dat is het belangrijkste. Naam maakt niet, toch niet uit. Ga je stemmen straks? Nee.